Dames en heren, ik open hierbij de vergadering. Ik weet u allen van harte welkom. Bijzonder welkom aan de commissaris van de Koning, de heer Heinema, en de plaatsvangend kabinetschef, mevrouw Herink. Ze zijn hier vandaag in verband met 1 of 2 agendapunten. In ieder geval agendapunt 3, het instellen van de vertrouwenscommissie. Om toe te zien dat dat op een goede manier gebeurt. Maar belangrijker nog is de aanwezigheid van de commissaris bij het bespreken en vaststellen op punt 4. De profielschets voor de burgemeester, de nieuwe burgemeester van de gemeente Hardenberg. Bijzonder welkom ook aan degenen die vanaf de publieke tribune aanwezig zijn, meekijken. En al diegenen die thuis deze vergadering volgen. Ik heb 2 berichten van verhindering van 2 personen, de heer Olink en de heer Pieper. En ik begreep dat in het kader van de vaststelling van de agenda van zijde van het CDA er een punt van orde is 50 plus. Voorzitter, het is misschien wat verwarrend. Er is van de zijde van het CDA een mededeling en van de kant van 50 plus volgens mij een wijziging, wijzigingsvoorstel in de agenda. Dat beginnen we bij de mededeling. Nou, de mededeling van onze kant is dat wij werken aan een initiatiefvoorstel als het gaat om de kinderburgemeester. We stellen vandaag hopelijk het profiel vast van de nieuwe burgemeester. Maar hoe leuk zou het zijn als we ook op den duur een kinderburgemeester zou krijgen. Dus de raad kan dat voorstel van ons begin volgend jaar verwachten, zodat we daar dan over kunnen spreken. Maar ik wou dat hier al wel vast aankondigen. Waarvan akte. Bij de vaststellende agenda. 50 plus. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, punt 8 van de agenda was nu een bespreekstuk, dat mag een hamerstuk worden. De wethouder heeft ons dusdanig geïnformeerd waar we akkoord mee zijn. Ik kijk even of u ermee akkoord gaat. Ik zie u allemaal knikken. Dat is het geval. Dan maken we daar een hamerstuk van. Wij komen bij punt 3. Het instellen van de vertrouwenscommissie en vaststellen van de verordening van de vertrouwenscommissie. Benoeming burgemeester Hardenberg. Het staat heel mooi geannoteerd. Vanwege het vertrek van de heer Snijders, burgemeester geworden van Mooie Zwolle, is een vacature ontstaan. En de procedure om te komen tot de nieuwe burgemeester is geregeld in de gemeentewet in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een eerste stap in deze procedure is om een vertrouwenscommissie in te stellen en een verordening en in de verordening de samenstelling, taken en werkwijze van deze commissie te regelen. U heeft deze alle kunnen ontvangen, heeft hem ingezien en ik kijk of er behoefte is om daarover te spreken. Ik zie u allemaal ontkennend reageren. En ik wil u voorstellen om deze verordening en het instellen van uw trouwenscommissie in stemming te brengen. Is dat akkoord? Dan gaan we dat doen. Dat doen we fractiegewijs en ik wil weer beginnen met de fractie van de ChristenUnie. Voor. De fractie van het CDA. Voor. De fractie van GroenLinks. Voor. De fractie van de VVD. Voor. De fractie van Op Koers. Sorry, D66. Het zij u vergeven, wij zijn dank voor. Dank u. De fractie van de Koers. Voor. PvdA. Voor. En 50 plus. Voor. Dan is dit stuk aanvaard. Komen wij tot het vaststellen van de profielschets burgemeester gemeente Hardenberg, de nieuwe burgemeester. En op grond van de gemeentewet dient u als raad een profielschets vast te stellen. En die geeft aan welke kwaliteiten u als raad belangrijk vindt en biedt het kader voor de vertrouwenscommissie om kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar te kunnen vergelijken. Ik wil de voorzitter van het presidium daartoe het woord geven, de heer Van der Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. En dus ook nu als voorzitter van de vertrouwenscommissie zojuist vastgesteld. Dank daarvoor. Voorzitter, hier sta ik dan met de profielschets in mijn hand die ik straks wil aanbieden aan de commissaris van de Koning, de heer Heinema. Commissaris, van harte welkom in ons raadzaal. En meestal als de commissaris van de Koning in ons midden is, dan is er iets bijzonders aan de hand. En zo voelt dat vandaag ook wel. We hebben al een heel proces doorlopen, maar het voelt ergens ook wel alsof het nu pas begint.
Hardenberg zoekt na het vertrek van Peter Snijders een nieuwe burgemeester. Een burgemeester die het vertrouwen krijgt om burgemeester van de hoofdstad van onze provincie te worden, die heeft het heel goed gedaan. Zwolle heeft daarmee het lot uit de loterij te pakken, zou je haast kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat wij voor een uitdaging staan. Want we willen minstens zo'n goede burgemeester terug, natuurlijk. En we willen vooral ook dat het onze burgemeester is. Die van ons allemaal. Daarom hebben we inwoners gevraagd om via een digitale enquête mee te denken over waar onze burgemeester aan zou moeten voldoen. Het was dan ook mooi om te voelen dat veel mensen zich betrokken voelen bij de nieuwe burgemeester, want die enquête is ook veel ingevuld. We hebben ook gesproken met mensen uit diverse werkvelden om daar een goed beeld te krijgen, ook vanuit die werkvelden. En dankzij al deze input ligt er hier dus nu een concept profielschets. Tot stand gekomen met vertegenwoordiging uit alle fracties. Een prachtige teamprestatie. Ik word altijd heel erg blij als we dingen samen tot stand kunnen brengen. En gelukkig lukt ons dat in Hardenberg ook heel vaak goed. En dit is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Wie maakt werk van onze ambitie? Dat is de grote vraag die we stellen in deze profielschets. En waarmee we in eerste instantie de commissaris op pad willen sturen om dat te onderzoeken. Een burgemeester met ambitie en met daadkracht. Een boegbeeld die toegankelijk is in al onze 29 kernen. Die ons helpt om een groeigemeente te blijven, want ook daar zijn we hartstikke trots op. Dat even als aftrap, voorzitter. Dank u wel. Wellicht kunt u weer uw plaats innemen. Ik kan me voorstellen, want u moet als trouwenscommissie met deze profielschets werken en als raad toetst u uiteindelijk de voorgedragen kandidaat daar nog een keer op. Maar degene die als eerste mee aan de slag moet, is de commissaris van de Koning. En meneer Heidema, ik kan me voorstellen dat u ook ten aanzien van deze profielschets misschien een paar vragen heeft die u aan de raad wilt voorleggen. En daartoe nodig ik u van harte uit. Dank u wel, voorzitter. Ja, dames en heren, leden van de gemeenteraad, college, ook dames en heren op de publieke tribune en de kijkers en de luisteraars thuis, inclusief natuurlijk ook de geïnteresseerde kandidaten misschien voor het nieuwe burgemeesterschap. Misschien kijkt en luistert vanavond iemand mee of later via de livestream die hier over een x-aantal maanden op de burgemeestersplek zit om uw vergadering voor te zitten. Wie weet. Maar fijn om hier in uw midden te zijn. Inderdaad een bijzonder moment. Nou, meneer Van der Wel, u gaf het al aan. We hebben het idee aan de ene kant dat we al een heleboel gedaan hebben, al volop op weg zijn en gelijktijdig het gevoel van, ja, maar vanaf vanavond gaat het inderdaad beginnen. En ik denk dat dat een goede duiding is, want ja, nu komt het spel echt op de wagen. Als u dit profiel vanavond aan mij meegeeft, ik heb hem digitaal al gekregen, dus ik heb al stiekem even kunnen spieken. Ja, dan gaan we echt aan de slag. Ik zal straks ook wat meer over de hele procedure vertellen, hoe het allemaal werkt. Maar ja, echt de start van de zoektocht van uw nieuwe burgemeester. En ja, daar is al het nodige werk ingestoken. Ook mijn oprechte waardering voor het proces wat u al doorlopen heeft. En ook de breedte waarvan hoe u zeg maar ook input vanuit ja, de inwoners van Hardenberg, ondernemers en andere betrokkenen bij de burgemeester heeft opgehaald om kleur te geven aan wie uw burgemeester zou moeten zijn. Mijn complimenten. En het gaat dus echt, en daar gaan we samen naar op zoek. Ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Een streep onder samen op zoek naar die burgemeester. Waar u uiteindelijk als gemeenteraad de knoop over doorhakt. U bepaalt uiteindelijk wie hier de nieuwe burgemeester wordt. En formeel natuurlijk, het is een kroonbenoeming. Dus de minister en de koning hebben natuurlijk ook een belangrijke rol in het hele afhechten daarvan. Maar u doet de voordracht voor uw nieuwe burgemeester en niemand anders. Ik moet eerlijk zeggen, het profiel ziet er prachtig uit, qua inhoud, qua vormgeving. Maar ik merk toch iedere keer, ook in de gesprekken met de kandidaten, dat ze vaak toch even refereren aan dit moment. Als ze dan deze vergadering toch eens even terugkijken en eens even wat sfeer proberen ook op te halen uit uw midden. Hè. Zo'n vergadering geeft al wat kleur. En ja, soms is nog net ook even uw persoonlijke touch aan die prachtige teksten, geeft net even iets meer diepgang nog als het materiaal wat al voor ligt. Dus daarom toch een aantal vragen en ik laat het aan u, voorzitter, en aan u raad over wie op wat voor manier op de vragen antwoord geeft. Dat komt vast wel goed. Ik wou beginnen met ja, eigenlijk
ja, die affiniteit met de publieke zaak. Wat brengt die burgemeester nou mee? Wat voor soort ervaring hoopt u dat de burgemeester met zich meebrengt? Moet dat politiek-bestuurlijke ervaring zijn? Kortom, moet dat een ervaren bestuurder al zijn die al als wethouder en of als burgemeester zijn of haar sporen al heeft verdiend? Of ja, mag het ook een zijinstromer zijn, iemand met andere bestuurlijk-maatschappelijke ervaring? Is ook zo iemand welkom om bij u te solliciteren en maakt hij ook een serieuze kans? Dat is mijn eerste vraag. Ja, voorzitter, als ik daar op mag reageren. Ik zou het zo willen omschrijven. Wij denken dat de kans het grootst is dat iemand uit het openbaar bestuur met dat wat wij vragen uiteindelijk gepresenteerd zal gaan worden als onze nieuwe kandidaat burgemeester. Maar daar willen we ons ook niet blind op staren. Het zou natuurlijk heel erg jammer zijn als we een hele interessante zij-instromer daardoor laten lopen. Omdat we per se iemand uit het openbaar bestuur willen. En dat is echt absoluut niet het geval. Dus zij-instromers zijn echt van harte welkom. Maar aan de andere kant weet ook wat er gevraagd wordt. U spreekt namens de hele raad van de stelling van de Wel. Als iemand daar een ongemakkelijk gevoel bij heeft, voorzitter, toch wat te stoken in heel gelukkig huwelijk. Ik hoop dat u dat kijk, voorzitter, we hebben daar een klein beetje afspraak over gemaakt. Ja, dat ik in eerste instantie de vragen zou beantwoorden. En mijn collega fractievoorzitters, als die het gevoel hebben dat ik het totaal iets vergeet, dan alle ruimte ook voor hen om even te reageren. Ik zal dat met u in de gaten houden. Ik kijk even rond. Ja. Helemaal goed, fijn. Maar dan ga ik door naar het volgende punt. De heer Stelpstra, wil toch een aanvulling toevoegen, ja. Voorzitter. Ja, ik zou nog wel willen aanvullen dat wij een mooie regiofunctie hier hebben. En dat het daarbij belangrijk is dat de kandidaat ook goed kan netwerken. En dan helpt het uiteraard als je een bestuurlijke ervaring hebt. Maar goed, het neemt niet weg dat als je uit het maatschappelijke of uit het uit het bedrijfsleven komt en goed kan netwerken, dat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Goed, dank u wel. Zo'n burgemeester, dat moet een soort schaap met vijf poten zijn. Hè? Dat haal je ook wel een beetje uit het profiel. Om maar een paar te noemen, voorzitter van BMW, voorzitter van de gemeenteraad, allerlei eigen inhoudelijke taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid, ook dat benoemt u goed in het profiel. Ziet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten, met andere overheden. Het moet het gezicht van de gemeente zijn, het moet burgervader zijn. Nou, kortom, het is, en ik ben nog niet eens uitputtend, u geeft er ook wel een duiding van. Ik ben wel benieuwd of u misschien nog iets meer kleur kunt geven aan wat voor soort kwaliteiten je daarvoor nou als mens ook nodig hebt om die rollen ook vorm en inhoud te kunnen geven. Dus misschien is daar nog iets kleur aan te geven. Ik kijk even rond wie van u daar iets over zou kunnen zeggen. De heer Van der Wel. Ja, voorzitter, mijn vraag is puur op het gebied van openbare orde en veiligheid of in zijn algemeenheid? Nee, ik bedoel het echt in zijn algemeen. Juist in die diversiteit van rollen. Dan gaat het over kennis, maar ook gewoon wat voor soort kwaliteit en wat voor soort mens moet je zijn, wat moet je in je hebben om die diversiteit aan rollen te kunnen vervullen. Misschien kunt u daar nog wat kleur aan geven, die verwachting. Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig als je een schaap met vijf poten zoekt. Hoe ga je dat dan omschrijven? Ik moest, toen ik dit zat voor te bereiden, wat nadenken over toen de Rabobank zijn AAA-status verloor. Misschien hebben wij dat als Hardenberg ook al een beetje meegemaakt. Dat we eigenlijk wel een hele goede burgemeester zijn verloren. En dat doet dan ook wel een beetje pijn. En als ik hem dan zou willen koppelen aan AAA, dan zou ik daar ook drie A's in benoemen. En dan zou ik zeggen van, het moet iemand zijn met ambitie. Die aanvoerder kan zijn, maar ook ambassadeur. En daarbij niet alleen zichzelf heel belangrijk vindt, maar ook anderen in de kracht kan zetten. Ik denk dat dat wel mooi is om het te omschrijven. Ambitie, aanvoerder, ambassadeur. En anderen in hun kracht zetten. Ik vind dat wel een mooie duiding. Ik weet niet of daar nog aanvullingen op zijn als het gaat over kwaliteiten. Voorzitter, dank u wel. Meneer Heidema, als ik kijk naar de reacties van de samenleving, zoals die zijn gegeven via online gesprekken, bijeenkomsten, dan zie je dat mensen de vorige burgemeester in ieder geval hebben gewaardeerd. En eigenlijk vanuit die waardering zoeken wij ook wel de opvolging, als ik het zo mag vertalen. Dan zie je dat het vaak terugkomt dat we zoeken naar een
persoon die een mensenmens is, die dus de aansluiting kan vinden met andere personen in alle lagen van de bevolking, die ondernemerschap kan tonen, ook vanuit het bestuur, maar ook richting de ondernemers, om de vrijheid te geven aan de ondernemers. En die verbinding kan maken tussen allerlei sectoren en velden. En misschien is dat wel een vertaling van de drie A's van de heer Van der Wel, maar niettemin denk ik dat we dat steeds terugkregen, ook uit de samenleving zelf. Heeft dan wat meer kleur. Ja, dank. Tot zover de kleur als het gaat over dit punt. Ook wel een mooie die u in het profiel aangeeft, dat u ook verwacht dat de burgemeester ook regelmatig voldoende tijd neemt voor bezinning en reflectie. Daar kun je van alles bij voorstellen, maar misschien kunt u daar nog wat kleur aan geven wat u daarmee bedoelt. Ja, dat is een hele mooie. Nou, we hebben als gemeente als slogan de kracht van gewoon doen. Doen is natuurlijk mooi. We willen ook een daadkrachtige burgemeester, hè, staat ook heel duidelijk in het profiel. Maar we zoeken ook iemand die zich niet verliest in de waan van de dag. Iemand die af en toe ook even kan reflecteren, de helikopterview kan pakken. En terug kan gaan naar de stip die we met z'n allen op de horizon hebben gezet. Dus dat vooral ook in ogen houdend. Ik kijk even rond of daar aanvullingen zijn. Met uw kant. Helder, hè? Nou, voorzitter, misschien nog een kleiner dan onzezijds. Want in aanvulling op wat meneer Van der Wel terecht stelt, is het ook natuurlijk zo dat een college nog wel eens wil wisselen. En dat het dan heel belangrijk is om iemand te hebben die ook daar zorgt voor teambuilding, maar ook duidelijk zorgt voor samenwerking. Zodat ook daar af en toe niet alleen bij de burgemeester zelf een klein moment van reflectie is, maar wellicht in het hele team ook een moment van reflectie ontstaat. Zodat ook daar telkens weer heel helder voor ogen is waar we hier uiteindelijk allemaal voor zitten. Helder, dank. Platteland, gevraagde affiniteit met het platteland. Kunt u daar wat kleur aan geven, ook aangeven hoe belangrijk dat voor u is? Ook in de context van die vijf poten. Zeker. Ik denk dat wij het belangrijk vinden, voorzitter, dat wij iemand zoeken die een plattelandsgemeente ook snapt. Iemand snapt dat de gemeente Hardenberg niet alleen Hardenberg en Delenswaard is, maar dat wij nog 27 hele mooie kernen hebben die allemaal hun eigen identiteit hebben en allemaal verschillende aanpakvragen, allerlei verschillende vraagstukken hebben. Het belang van ook het kleine versus het grote. Ik denk dat wel belangrijk is. Maar op het platteland gebeuren ook, even buiten de kernen, er wordt geboerd, er wordt genatuurd, er wordt gerecreëerd. Ook belangrijk? Of gaat het vooral over het leven in de kernen en die diversiteit in de kernen zelf? Nee, zeer zeker ook belangrijk. Hey, laten we dat voor opstellen. En daarbij komt ook dat bijvoorbeeld ook wel openbare orde en veiligheidsvraagstukken natuurlijk op het platteland kunnen spelen. Wat we ook wel gezien hebben de afgelopen periode. Dus dat zou daar ook nog weer bij kunnen passen. Dus je kunt hem heel breed trekken, denk ik. Hmm. Ja, dank u. De wereld is drastisch aan het veranderen. Er zijn veel transities. En daar moet hij wel oog voor hebben, over alle kanten die daarmee mee gemoeid zijn. Okay. Voorzitter, mag ik nog een kleine aanvulling maken? Want een van de zaken die wij wel vrij uitgebreid besproken hebben, mede in mijn herinneren, was dat affiniteit met het platteland niet automatisch ook inhoudt dat onze burgemeester van het platteland moet komen. Want dat zou een heleboel mensen uitsluiten. Wij zijn ook in de stellige overtuiging dat het affiniteit hebben met, of het, zoals meneer Van der Wel zegt, het snappen van het platteland. Meer vraagt naar authenticiteit dan dat je nou ook uit de buurt moet komen hier. Dus dat is een opmerking die ik graag zou willen toevoegen om te voorkomen dat we alleen maar mensen krijgen ook van het platteland. Helder. In uw profiel gaat u vrij uitgebreid in op Hardenberg, in de regio, in de verschillende samenwerkingsverbanden die er zijn. Kunt u nog wat kleur geven als het gaat over die regionale samenwerking? In hoeverre nou dat belang van Hardenberg ook altijd mooi synchroon opgaat met het belang van de regio, van de buurgemeente? Of is het af en toe eens een keertje ergens wat spannend? Wringt het wel eens ergens? En waar zit hem dat dan? En waar is het gewoon schouder aan schouder voor de regio? Is daar iets meer inhoud aan te geven? Voorzitter,
Goeie vraag. Ik denk, als wij kijken naar wat wij vragen van onze nieuwe burgemeester, dat het gewicht van bijvoorbeeld het netwerk wat de nieuwe burgemeester zal moeten hebben. Natuurlijk zou het mooi zijn als het in de regio is, maar vooral ook nationaal en internationaal. Omdat wij juist ook het belangrijk vinden om vanuit Hardenberg naar buiten te kijken. En niet alleen naar onszelf. Ik ben ervan overtuigd dat als je hier burgemeester bent, dat je vrij snel wel een netwerk weet op te bouwen. Je komt hier bij de mensen echt wel over de vloer. Maar juist het belang van Hardenberg buiten de regio, dat willen we heel graag echt op de kaart houden en misschien ook verstevigen. Ik denk dat dat eigenlijk wel belangrijk is. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In aanvulling op de heer Van Welsen woorden. In ieder geval hoe mijn eigen fractie dat ziet, maar volgens mij ook heel veel mensen met ons in Hardenberg, is Hardenberg echt een centrum tussen meerdere regio's. Je ziet een directe verbinding tussen de regio Zwolle, maar ook Duitsland aan de andere kant, Drenthe en Twente. En dat zie je dan terugvertaald in onderwijs, in ondernemerschap, in de vitale infrastructuur en dergelijke. Zodat je eigenlijk daar ook oog voor moet hebben. Hè? Even vertalend naar de vorige vraag over de plattelandsgemeente en hoe verhoudt zich dat. Dit is een kansrijk gebied volgens mij en dat vinden onze inwoners en onze ondernemers ook. En die vertaling zien te maken in die regio, dus juist daar de samenwerking in zien te vinden, om die kansrijkheid ook een plek te geven. Toch nog even een iets aanscherpende vraag. Is het verhaal van Hardenberg en de regio of de omgeving van Hardenberg, is dat vooral het verhaal van de kansen en de Hardenberg als regiogemeente, of is het ook soms het verhaal van de spanningen? Ik bedoel, regionale samenwerking gaat soms ook gepaard met spanningen. Is het alleen met de slingers uit of is het af en toe ook eventjes in het schuttersputje? En om daar nog even wat gevoel bij te krijgen. Ik heb er wel een beeld bij, maar de kandidaten thuis misschien wat minder. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uw beeld daarbij is dan. De heer Van der Wel, in aanval uit het schuttersputje. Natuurlijk kunnen daar spanningen ontstaan, maar u omschreef het net zelf al heel mooi en ik denk dat u dat ook bedoelt, hè, met het schaap met de vijf poten. Met die spanningen moet je ook om kunnen gaan. Dus bestuurlijke sensitiviteit hebben als die spanningen er zijn, daar ook mee om kunnen gaan en van een bedreiging een kans maken. De vraag was eigenlijk meer van, zijn er ook onderwerpen, dus even los van de kandidaat zelf, waar die spanning in meer of mindere mate, of juist die synergie, want ik wil, je mag ook de andere kant op duiden, waar dat vooral speelt. Gaan we midden in. Ik denk dat het bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur wel iets is wat speelt. Ik denk dat sowieso, en dat geldt denk ik niet eens alleen voor Hardenberg, maar ook wel gemeenten om ons heen, dat we soms ook wel een beetje het Calimero-effect voelen richting de grotere gemeenten in het westen. En soms wel eens het gevoel hebben dat wij ontzettend hard moeten knokken om iets voor elkaar te krijgen. Terwijl het daar wel eens wat makkelijker lijkt te gaan. Terwijl dat misschien wel of niet terecht is, is dan vervolgens een vervolgvraag. Maar daar moet die nieuwe burgemeester wel een belangrijke rol in spelen. Dat hij dus ook dingen voor elkaar kan boksen. Ik denk dat wel van belang is. Voorzitter. Ja, dankjewel, voorzitter. Spanning. Ik weet niet of je het een bepaalde spanning kunt noemen. We zijn ondanks een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de regio-deal Drenthe. En vanuit gemeente Hardenberg hebben wij een aantal onderwerpen waar we graag een aandacht aan willen bevestigen. En ik weet niet of ik het zo mag zeggen. En die onderwerpen, zeg maar, die zien we niet veelvuldig terug. Niet in de hoeveelheid wat wij graag willen. En ik denk als burgemeester zijnde dat dan ook een rol is om dat, zeg maar, weer naar voren te halen en zich daar echt goed voor in te spannen. Dat is het. Dank u wel. Laten we het brugje slaan naar openbaar orde veiligheid. Ook een onderwerp wat u terecht benoemt. Het is net al even op de meneer Van der Wel genoemd. Als het gaat over affiniteit met het platteland, dat niet alleen maar Joegij is, maar af en toe ook best wel wat ondermijnende of criminele activiteiten op het platteland kunnen spelen. Wat moet die kandidaat op dit punt meebrengen aan kennis en ervaring? Moet je het nodig in je rugzakje hebben of mag het ook goed zijn dat je dat snel eigen weet te maken?
Even benieuwd hoe belangrijk jullie dat punt vinden. Ja, voorzitter, heel belangrijk. En dat is ook wel een beetje als u dan even terugrefereert naar die eerste vraag die u stelde over kan het een zijinstromer zijn of niet. Dat is dus een hele spannende. Stel je bent zijinstromer en wij vragen wel heel veel op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat is best een spanningsveld die natuurlijk ontstaat, want dat vragen wij wel. Het is niet zo dat het wat dat betreft een startersfunctie is. Hè. We schrijven in het profiel ook niet voor niets, we dreigen onze onschuld wat te verliezen. Ik vond dat we dat wel mooi omschreven hebben met elkaar. En dat vraagt ook gewoon om een burgemeester die daarin heel stevig in zijn schoenen staat. En daarin niet dingen voor het eerst meemaakt, maar echt al het nodig in zijn rugzak heeft. Voorzitter, als ik even mag aanvullen. Ik word toch een beetje, getriggerd omdat het mijn eigen vakgebied betreft. Kijk, als je kijkt naar de rol van een burgemeester in zijn algemeenheid, dan zie je al inderdaad, en daar begonnen we ook mee, meerdere rollen die je min of meer tegelijk moet spelen. En als het gaat over de zorg voor veiligheid, als het nou gaat over openbare orde of de fysieke veiligheid, om het even. Ineens gebeurt er iets en dan moet je er staan. En dat betekent dat er staan min of meer tegelijkertijd alle rollen die we zouden kunnen bedenken, tegelijkertijd zich manifesteren in één persoon, te weten de burgemeester. Daaromheen weliswaar de adviseurs, maar niettemin. Je moet het maar wel kunnen en je moet het aankunnen op dat moment. En dat betekent in ieder geval wat ons betreft die rollen, bestuurder, beslisser, boegbeeld, burgervader, allemaal in die persoon in potentie moeten zitten om meteen aan te kunnen spreken als veiligheidskwesties zich voordoen. Dank voor deze duiding. Nog eventjes, u heeft dat al wel aangestipt en dat is wat mij betreft ook even mijn laatste vraag die ik u concreet wil stellen rond die boegbeeldrol van de burgemeester. Ambassadeur, aanvoerder, ik bedoel, er zijn een aantal van die woorden zijn neergezet. In hoeverre moet nou jullie burgemeester echt zichtbaar voorop lopen? Ik lees ook teksten die gaan over ja, anderen juist naar voren zetten. Kunt u daar nog even wat kleur aan geven? In hoeverre moet dat echt die... Ja, dat, nou, vult u het ook zelf maar in. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, misschien zou ik het misschien wel het beste kunnen omschrijven dat wij denk ik verwachten dat onze burgemeester scoort door anderen te laten scoren. Dank. Tot zover wat mij betreft even wat nadere kleurvragen. Dank voor uw voorbereiding en ook de beantwoording daarvan. Ik wil en daarmee ook een beetje het brugje naar de verdere procedure ook slaan. Ik lees een profiel wat in een mooie informele sfeer is geschreven, in de juffvorm. Dus niet hij of zij of wat dan ook, maar gewoon heel persoonlijk, heel aansprekend. Ik ga er ook vanuit dat zowel hijs als zijs actief worden uitgenodigd om te solliciteren. We zijn met elkaar op zoek naar de beste burgemeester van Hardenberg. Maar u zult mij niet kwalijk nemen en misschien wil iemand daar nog op reageren. Dat ik het ongelooflijk zal toejuichen als ook in Overijssel. En wat mij betreft dus ook hier in Hardenberg ook nog meer vrouwen. Ja, er hoeft hier maar één te komen, maar in Overijssel meer. Omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind dat er ook in het samenstellen van het burgemeesterkorps gewoon een mooie afspiegeling is van ja, de diversiteit van onze samenleving. En nou ja, op dit moment zijn in ieder geval vrouwen nog wat ondervertegenwoordigd, 7 van de 25 in Overijssel. Maar ik weet niet of daar nog uitgesproken gevoelens in uw raad over leven. Voorzitter, laat ik het zo zeggen. Als u een vrouw weg zou halen uit het openbaar bestuur, dat betekent niet dat er een nieuwe vrouw bij komt, hè, maar dat er een vrouw van positie verwisselt. Dus daarmee lost u dat, die uitdaging denk ik niet op. Maar laat ik zo zeggen dat u het misschien zelf al het beste omschreef door te zeggen, wij zoeken gewoon de beste burgemeester. En of dat een man is of een vrouw, maakt ons niet uit. Wij willen gewoon de allerbeste. Mag ik nog even daarop reageren, voorzitter? Dank u wel, voorzitter. Ja. Dan kan ik het niet nalaten vanuit de kleur van mijn eigen partij natuurlijk ook gezien. Dat ik het op zijn minst zou toejuichen als er
een vrouw gevonden wordt met die kwaliteiten die we zoeken. En uiteraard, eens met de heer Van der Wel, we zoeken de beste persoon. U heeft het zelf ook gezegd. Maar mochten er dan twee beste personen zich aandienen waarvan er eentje een vrouw zou zijn, dan verdient dat wel een voorkeur. Dank u wel. Ja, voorzitter, toch eventjes inhakend dat wat mij betreft een opmerking is die voor rekening komt van de heer Rodemond. Terwijl als dat zo was geweest, hadden we het ook met z'n allen in het profiel gezet. En dat is net de charme van dit rondje, dat je ook een beetje je persoonlijke touch kunt geven. En dat juich ik alleen maar toe. Voor de rest was het strak voorbereid, maar prima. Leuk. Ik kijk even rond of u nog verder uitdagende vragen heeft. Dan ben je discussie uitdagende vragen niet, maar als u het goed vindt, voorzitter, wil ik even iets meer schetsen over de procedure. En het eerste woord wat ik erover wil zeggen is het woord geheimhouding. Met hoofdletters en uitroeptekens. Kandidaten die straks een brief schrijven, aangeven uw burgemeester te willen worden, gaan een heel traject in van gesprekken met mij, gesprekken met de vertrouwenscommissie. En vervolgens doet ook de vertrouwenscommissie een dubbele aanbeveling naar u toe. De vertrouwenscommissie moet in volstrekte geheimhouding haar werk kunnen doen. Hoe geïnteresseerd u ook bent wat uw fractiegenoot in die commissie doet, vraag er niet naar. Laat staan dat je doorvraagt over mensen, namen, rugnummers en dat soort zaken. U schendt geheimhouding. En ik neem dat zeer hoog op. En niet alleen ik, maar de wetgever neemt dat zeer hoog op. Dat kan gewoon niet. En het zou ook beschadigend zijn voor Hardenberg zelf op het moment dat een procedure wordt beschadigd. En in extreme gevallen zelfs kan worden stilgelegd op het moment dat je merkt dat het gewoon niet goed loopt op dit punt. Dus ik wil u allemaal oproepen om geheimhouding met hoofdletters te schrijven en dat te koesteren. En voor de commissie geldt, al die namen die blijven binnen de commissie en in uw hoofd en die worden verder never nooit niet gedeeld. En die twee namen die hier straks komen, waarvan u straks één, want ik moet een dubbele voordracht doen straks, waarvan uw voorkeurskandidaat dan straks ook natuurlijk naar buiten wordt gebracht. Maar u moet twee namen moet u aanreiken. Ook die andere naam blijft bij u. Zolang u leeft. Dat kan niet naar buiten gaan. Ik wil dat echt benadrukken. Het staat ook in uw eigen verordening, maar ik vind hem ongelooflijk belangrijk. U heeft het profiel vastgesteld. Dat betekent dat vanaf donderdag 17 december kunnen mensen gaan solliciteren. Publiceert in de Staatskrant en dan gaan we de bak. Een maand lang, dus onder de kerstboom, kan erover na worden gedacht bij de jaarwisseling, bij de oliebollen en weet ik het allemaal. En uiterlijk 17 januari wordt dan uiterlijk 17 januari kan men solliciteren. Dan sluit de termijn en dan maak ik bekend hoeveel mensen hebben gesolliciteerd. Niet meer dan dat. Dan ga ik eerst voor u aan de slag. Ik ga informatie opvragen bij andere bestuursorganen, bij commissaris van de Koning, in andere provincies als de kandidaten vandaan komen, bij justitie als het gaat over het eventueel strafrechtelijk cv. En ik ga vervolgens met de meest interessante kandidaten vanuit het profiel wat u heeft aangereikt, ga ik samen met mijn chef kabinet, Kim Heerik, in plaats van een chef kabinet, ga ik in gesprek om een goed zo breed mogelijk plaatje aan uw vertrouwenscommissie te kunnen schetsen. Dit zijn de kandidaten die hebben gesolliciteerd. Dit is alle informatie. En op basis van die gesprekken en alle informatie die ik heb, zou ik jullie willen adviseren om eens met deze kandidaten te gaan spreken. Dat is een open gesprek waarin we echt samen tot de conclusie moeten komen. Nou, dit is een mandje van kandidaten die interessant zijn om door de vertrouwenscommissie vervolgens uit te nodigen om in gesprek te gaan. De vertrouwenscommissie is het idee dat die de tweede helft van maart aan de slag kan gaan. En dan is het echt even stevig aanpoten. De verschillende data zijn al geprikt. En de bedoeling is dat dan de eerste helft van april ongeveer u als raad een knoop doorhakt die uw nieuwe burgemeester wordt. Stelt u dat voor aan de minister. Ik zal nog een verslag uitbrengen rond de procedure. En daarna is het aan de kroon om officieel tot kroonbenoeming over te gaan. En dan hoop ik hier begin juni volgend jaar weer in uw midden te zijn om dan uw nieuwe burgemeester, hij of zij, hier officieel mogen installeren. Dat is in hoofdlijnen de procedure. Ik ga zometeen met de vertrouwenscommissie nog even apart zitten om dat verder wat door te spreken.
Maar dit is een hoofdlijn en de procedure zoals die loopt. En ik kijk even rond of dat nog vragen oproept of helemaal helder is. Helemaal helder? Prima. Nou, voorzitter, dan ben ik rond. Dank u wel. Dank ook voor uw betrokkenheid en uw scherpe vragen. Ik denk dat het profiel hier meer wat inkleuring heeft gekregen en dat voor de vertrouwenscommissie ook een aantal diepere laagjes in het profiel is aangeraakt. Ik wens u, maar natuurlijk ook de vertrouwenscommissie namens de raad, heel veel succes met de komende werkzaamheden. Het zal een hele tour worden. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat het een hele mooie functie is, burgemeester van Hardenberg. Dus ik wens u allen veel succes hiermee. Het zal ongetwijfeld lukken. Dank voor uw komst. Ik denk dat we nog één ding moeten doen, namelijk dat is wel die profielsets vaststellen, officieel. Want dat hebben we nog niet gedaan. En ik wil hem in stemming brengen. En ik begin weer met de fractie van de ChristenUnie. Wij zijn voor. 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 D66. Voor. 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 Dat is deze, hoe kan het ook anders, unaniem vastgesteld. Ik schors de vergadering. Het tijdpad was wat royaler. Ik wil voorstellen ongeveer om 19:15 te beginnen, als het lukt, wat betreft uw rondje, commissaris, met de vertrouwenscommissie. Voorzitter, mag ik nog heel even voordat u schorst. Ik zou eigenlijk heel graag de profielschets nog even willen aanbieden aan de commissaris. Ach, bedoel, ja, dat dan kan hij er ook echt mee aan slag, namelijk. Dat moet. Dank u wel. Dames en heren, iets in mij zegt dat het een goed moment is om de vergadering weer te hervatten. We waren wat ambitieus om af te spreken om 19:45, om 19:15 te beginnen. Maar gelet het verloop van de vergadering is beter om ons inderdaad aan de koninklijke weg te houden en nu de vergadering weer te hervatten. We beginnen met de actuele vragenronde, maar er hebben zich geen vragenstellers aangekondigd. Het spreekrecht bij de agendapunten wordt ook niet benut. Dus dat brengt al ons bij het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering van 3 december. Die is ook vastgesteld. En dan komen we bij het bespreekstuk, sorry, bij de hamerstukken. Want het stuk verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp is gepromoveerd tot hamerstuk. U kunt, als u dat wilt, bij een van de stukken een stemverklaring afleggen. Kijk even of daar behoefte aan is. Ik zie daar ook allemaal. Ja, dat wel? De heer Roelofs, bij welk stuk? De rest, alstublieft. Dat vermoed ik al, gelet onze openerende ronde. Dan vraag ik of u dat doet bij dat agendapunt. Dan breng ik eerst in stemming de verordening ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020. Ik begin even linksom voor deze keer. Kijk, 5 plus, akkoord. PvdA, voor. Koers, voor. Voor. 60. PVD, ik zie allemaal geknik. Dan is dat op het algemeen stemmen aanvaard. Dan de startnotaris. Heer Roelofs, nu het woord voor een stemverklaring. Voorzitter, even kort. We hebben vorige keer uitgebreid gesproken over de RES. Daar kwam ook in naar voren dat onderdeel van ons bod een aantal projecten zijn die min of meer concreet zijn. Ik wilde naast het voorstemmen voor dit voorstel, wat we natuurlijk als CDA van harte doen, wel zeggen dat elk voorstel wat hier ter tafel komt, dat we dat uitgebreid zullen beoordelen, individueel. Dank u wel. Dank u wel. Kunnen er andere stemverklaringen zijn? Dat is niet zo. Dan ga ik deze keer weer links langs. Voor. 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 Die allemaal knikken. Alle fracties voor. Dan ook dit met algemene stemmen. Dan tenslotte de wijziging gemeenschappelijke regeling OD IJsseland. Om de rechtspositie van de medewerkers van de omgevingsdienst gelijk aan die van de gemeente te laten blijven. Daar zijn ook geen stemverklaringen in ieder geval. Ik ga weer nu eens langs de andere kant weer. Om het jaar goed af te sluiten wat dit betreft. ChristenUnie-akkoord, CDA-akkoord. Ik zie allemaal knikken met algemeen stemmen aanvaard. De rondvraag. Kom even recht langs. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Dan komen we nu eigenlijk bij een wat triest agendapunt. Toch wel. Daar ga ik er even voor staan. Het afscheid van de heer Brink. Beste Rick. Toch een beetje een plechtig moment. In aanwezigheid van je vader en moeder.
oom, vrienden, partijvrienden. Maar in ieder geval een aanwezigheid van bijna alle leden van de raad, waar je toch een behoorlijke tijd in gebivakkeerd hebt. Je bent een dikke vijf jaar, raadslid voor de CDA-fractie geweest. En ik moet eigenlijk zeggen, sinds je excellentie bent, zijn er hogere heerlijkheden die jou geroepen hebben. Namelijk als minister, die staat van, maar eigenlijk minister voor gehandicaptenzaken. Want het grote verschil, dames en heren, een ministerschap, dat kan je van een ministerie zijn. Dan heb je een heel ministerie achter je. Maar je bent ook minister voor een bepaald onderwerp. Dus je hebt een minister voor ontwikkelingssamenwerking die deel uitmaakt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus Rick, jij bent nog steeds minister voor gehandicaptenzaken. En wat ik jou toewens, is dat je een keer minister van gehandicaptenzaken kan worden. Want zo belangrijk is het onderwerp wel, dat het wel een eigen ministerie rechtvaardigt. En misschien gaat dat een keer gebeuren. Je bent een van de markante raadsleden. En dat heeft ermee te maken dat je als persoon, dat zijn we trouwens allemaal wel hoor, maar erg optimistisch bent. Je pakt dingen op en je hebt ook veel dingen tot stand gebracht in die periode. Je bent een van de mensen geweest die zich achter het jeugdlintje gezet hebben. Nou, dat reiken we weer een paar jaar met heel veel enthousiasme uit. En je merkt, daar gaat een impuls uit voor de samenleving, naar de samenleving. Je bent ook iemand die samen met anderen, want als je succes hebt, is dat altijd samen met anderen. En als het misgaat, dan doe je dat meestal zelf. Maar samen met anderen heb jij zorg gedragen voor het feit dat op 3 maart 2018 Hardenberg is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Dat heeft te maken ook met de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, terreinen en dat soort zaken. Belangrijk punt. En je hebt je dus wat dat betreft als raadslid niet alleen in deze raad gemanifesteerd, maar je hebt het ook in de samenleving gedaan en zo hoort het ook. Je hoort op een gegeven moment verantwoordelijkheden te pakken breed in die samenleving. Je hebt dat op een voor jou hele kenmerkende manier gedaan met een hele berg optimisme, maar ook met veel goedlachzigheid, plezier. En je bent daarin voorzitter geweest van de fractie voor een bepaalde periode. En je hebt ook het presidium getrokken. Nou, dat is op zich een hele klus om al die fractievoorzitters een beetje de goede kant op te krijgen. Het is jou gelukt. Nu dus, minister voor gehandicaptenzaken. En wij wensen jou allen daar natuurlijk ontzettend veel succes mee. Je hebt je daar de afgelopen tijd, en dat was je geworden op 17 juni van dit jaar. Dat was de datum waarop jij dat werd. Na een spannende verkiezing. Ik was hier nog niet werkzaam, maar ik kon het wel volgen via Twitter. En ik zag op een gegeven moment enthousiasme. Je hebt er een razende campagne voor gevoerd. Je bent ook geworden. En je doet het met veel verven. En wij maken ons wel eens een keer een beetje zorgen, denk ik, vanuit deze raad, of je dat niet met al te veel verven doet. Want, zoals de profielschets net al aangaf, je moet ook een beetje relativering hebben. Dingen tot rust na te komen. Het hoeft niet allemaal in één keer. Het mag ook een beetje gefaseerd. Het geldt voor burgemeesters. Het geldt ook voor ministers. Dat is wel, wel helder. Dat een thema is wat de samenleving raakt. Dat blijkt wel uit de bijval die je krijgt. Je bent een belangrijke Nederlander geworden. We zien je op Twitter op allerlei manieren. En dat gaat niet zozeer om jou, maar het gaat om het feit dat je iets wat erg belangrijk is op zo'n manier veel aandacht geeft. En de samenleving daarmee een stukje verrijkt en verder op weg helpt, goede richting uit. En dat is eigenlijk weer een bruggetje in de richting van de raad, want daar staan we met z'n allen voor. Z'n allen in deze raad voor Hardenberg en jij nu op een thema voor heel Nederland en misschien nog wel daarbuiten. Als je die functie verder doorzet, doe dat met veel verven. Vergeet ons niet in Hardenberg, dat zou je zeker niet doen. We wensen je allemaal heel veel succes. Campagne voeren, daar ben je een kei in, dat merken we. Dat weten we ook uit de campagne die je eerder voerde, waar ik begreep dat je zelfs allerlei uitdossingen daar in de media wist te halen. Ik zal er niet verder op ingaan. Maar in ieder geval, het gaat je goed. En hartstikke veel bedankt voor alle werk wat jij voor Hardenberg gedaan hebt. We hebben wat leuks verzonnen. Uiteraard een bos bloemen, hoe kan het ook anders. En iets van een cadeaupakket, met een cadeaupakket wat jou zeker zal liggen, denk ik. Ik ga het even erbij pakken, dan kom ik die richting uit. Het is nogal zwaar, dus wat dat betreft, pief mee. Rick, zeer bedankt. Ja.
Nou, dan gaan we nog een keer. Dank u wel, voorzitter. Na lang twijfelen besloot ik mij te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. En op 19 maart van dat jaar was het dan zover. Ik werd gekozen in de gemeenteraad van Hardenberg. En voorzitter, mijn eerste termijn als raadslid was een hele mooie. En hij ging ook als een sneltrein aan mij voorbij. Ik kreeg unaniem steun voor mijn initiatiefvoorstel voor een jeugdlintje. En werkte samen met heel veel andere raadsleden aan een proces wat ervoor zorgde dat Hardenberg werd uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. En hier ben ik enorm trots op. Niet alleen op het eindresultaat, maar zeker ook op het proces dat we met elkaar hebben gelopen. Waarbij oppositie, coalitie, het college, maar zeker ook de samenleving hand in hand gingen. En dat vond ik mooi. Want soms mag je met elkaar flink oneens zijn, maar op sommige punten zul je met elkaar toch echt moeten samenwerken. En toen kwamen de verkiezingen van 2018. En wederom gunden de stemmers mij een zetel in deze mooie gemeenteraad. En ik werd zelfs fractievoorzitter. En wie, voorzitter, had nou ooit kunnen denken dat ik ooit nog eens aanvoerder zou worden van een heel elftal? Ik niet. Voorzitter, zoals u weet is mijn leven in 2019 ingrijpend veranderd door het feit dat ik mezelf de allereerste minister van gehandicaptenzaken mag noemen voor Nederland. En veel dingen in dat traject gaan goed, maar sommige dingen ook niet. Zo is het mij bijvoorbeeld niet gelukt om een goede combinatie te maken tussen enerzijds mijn raadswerk voor de gemeente Hardenberg en anderzijds mijn werkzaamheden die zich met name bevinden in het westen van het land. En als zakenvoorzitter niet de aandacht krijgen die ze verdienen, dan moet je keuzes maken. En die keuzes, die heb ik gemaakt. En vanavond neem ik dan ook afscheid. Maar dat doe ik niet zonder een aantal mensen te bedanken. Allereerst natuurlijk het CDA-bestuur en de fractie voor het in mij gestelde vertrouwen. En natuurlijk ook de raad, college, ambtelijke ondersteuning, de griffie en iedereen die op mij gestemd heeft. Jullie zijn allemaal een meester in het beoordelen van mensen op basis van inhoud. En daar ben ik jullie allemaal enorm dankbaar voor. En tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan ons thuisfront. Want zonder een goede ondersteuning vanuit daar zou ik nooit staan waar ik nu sta. Ik wens jullie voor nu alvast hele goede feestdagen. Een goed 2020. En ga vooral door met jullie mooie werk. En breng ons allemaal een beetje dichterbij. Dichter bij de top van de allermooiste berg die ik ken. En dat is natuurlijk de Hardenberg. Dank u wel. Rick, bedankt ook voor deze mooie woorden. Dames en heren, het einde van dit jaar is in zicht. Het einde van deze vergadering is in zicht. En traditiegetrouw gebeurt dat, ik heb het nog niet mogen ondervinden, met een speech van de Nestor. Annie, jij bent Nestor. Nestrix heet dat waarschijnlijk in het echt. Je zou dat gedaan hebben. Je hebt van de week toch even een lastige medische behandeling ondergaan. We zijn ontzettend blij dat je hier bent. Eigenlijk ook een beetje boos dat je hier bent. Want je hoort eigenlijk gewoon thuis voor de televisie te zitten. Maar goed, het bloed kruipt toch wat niet gaan kan. Namens allen wens ik jou een heel spoedig en goed herstel. Maar dat betekent dat het stokje overgedragen wordt aan jouw fractiegenoot Wim Bloekhorst. Ik heb begrepen, en daar vraag ik u toch weer een keer uw clementie, dat Stijn Jager daar een reflectie op gaat geven. Klopt dat, Stijn? Dus als u als raad misschien formeel sluit en dan Stijn het woord geeft, dan klopt het helemaal volgens het reglement van orde, of anders doe het gewoon met een knipoog. Wim, als jou als eerste het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van, gaat Wim dat doen? En mocht u echt ontevreden zijn en gaan gooien met tomaten en eieren, zeg het dan even, dan buk ik en dan komt alles nog goed terecht. Voorzitter, leden van de raad, het publiek hier en de mensen die ons volgen via de live-uitzending. Als plaatsvervanger Nestor geef ik een overzicht van wat er allemaal te doen is geweest in de raad van 2019. En weer is het gelukt. Het is weer een bijzonder jaar geworden. Vanaf 10 maart 2019 iedere zondag koopzondag voor de supermarkten.
Dat hebben we op 27 februari besloten. De aanloop heeft lang geduurd, maar er is voldoende tijd genomen voor het gesprek tussen de dominee en de koopman. Op dinsdag 21 mei gaven we toestemming voor de komst van nog eens 3 zonneparken. Voor Lutte gaven we al eerder toestemming. We hebben als raadsleden op 6 september tijdens de jaarlijkse excursie het terrein in Lutten bezocht. Het zonnetje scheen, maar er werd nog geen energie opgewekt. Maar dat gaat goed komen. Op 17 juni, we hebben er net al even bij stilgestaan, is Rick Brink gekozen als allereerste minister voor gehandicaptenzaken, hoor ik net. We waren benieuwd hoe die twee functies, raadslid en minister voor gehandicaptenzaken, zich naast elkaar zouden verhouden. Inmiddels is duidelijk dat het te veel gevraagd is. Rick moest een keuze maken, wij begrijpen die keuze. Toch hartelijk dank voor je inzet voor de raad. En dit verstelbare spreekgestoelte is een blijvende herinnering. In september is een nieuwe gemeentesecretaris gekomen, Ida Oostmeijer. In Meppel, Assen en Emmen heeft ze haar leiderschap bewezen. Met haar komst is het laatste bestuurlijke contour van de BOH, u weet het, ik was er geen liefhebber van, gewist. De raadswijk SDG is op 11 oktober naar Reden geweest. Sinds 2018 is de gemeentelijke organisatie Reden volledig gebaseerd op clusters van Global Goals en kan daardoor als een uniek voorbeeld worden beschouwd. En daar gaan we vast nog veel meer van horen. De commissie bestuurlijke vernieuwing heeft zich mede gebogen over de profielschets. De verleiding was heel groot om de gevraagde kandidaat het aardste te laten ontstegen. Dan hebben we sinds 16 oktober 2018 schaduwfractieleden. 7 van de 8 fracties hebben een schaduwfractielid. Werkt en bevalt het? Laten we eens aan het woord ja laten. Ik geef even aan Stijn Jager het woord om zijn ervaring te delen. Ik waarschuw u, ik kom hierna nog even terug. Mijn eerste jaar als schaduwraadslid. Zo aan het eind van het jaar is voor velen weer een periode aangebroken om terug te blikken en vooruit te kijken. Daarnaast ben ik iets meer dan een jaar schaduwraadslid voor GroenLinks hier in gemeente Ardenberg. Ik heb daarom deze mooie kans gekregen om voor de gemeenteraad te mogen reflecteren op mijn tijd als schaduwraadslid tot nu toe. Ik wil allereerst graag alle partijen bedanken die hebben bijgedragen aan de mogelijkheid voor het instellen schaduwraadsleden. In het bijzonder wil ik mijn eigen fractie van GroenLinks bedanken voor de mogelijkheid voor het vertrouwen in mij als schaduwraadsleedkandidaat. Ik heb het tot nu toe als een leerzame en plezierige ervaring beleefd. Schaduwraadslid zijn voor een eenmansfractie betekent veel tijd investeren in het raadswerk en keuzes maken in wat je wel en niet doet. Naast het raadswerk ben ik de eerste helft van het afgelopen jaar druk bezig geweest met het afstuderen van mijn opleiding ruimtelijke ordening aan het Saxion te Deventer. Door mijn achtergrond als planoloog heb ik veel affiniteit met het ruimtelijk domein en dit is hier in het raadswerk goed in te zetten. Ik heb het gevoel dat mijn fractie mijn inbreng in de oriënterende rondes op prijs stelt, maar ik wil ook zeker over hen hetzelfde zeggen. Daarnaast wil ik deze gemeenteraad bedanken voor het afgelopen jaar. Ik voel me altijd erg welkom in deze groep enthousiaste mensen op een plek waar we op een respectvolle manier onze mening mogen geven over belangrijke keuzes. Ardenberg is de gemeente waar ik ben geboren en nog altijd woon en het voelt geweldig om meer betrokken te zijn bij de maatschappij en de politiek in deze mooie gemeente. Voor 2020 hoop ik op een voortzetting van dit gevoel en te blijven leren van alles en iedereen hier in Ardenberg. Ik wil jullie raadsvolgers vanaf hier, excuus. Alvast heerlijke feestdagen en een allerbeste voor het nieuwe jaar, mensen. Dank u wel. Bedankt, Stijn. Hiervoor heb ik een aantal zaken genoemd
dat voorbij is gekomen. We hadden in januari 2019 niet kunnen voorzien dat we nu in december 2019 door het vertrek van Peter Snijders de profielschets voor een nieuwe burgemeester hebben voorgelegd aan de commissaris van de Koningin. Dat we... Van de Koning, ja. Ik had het ook eigenlijk wel moeten zien. Dat we een nieuwe waarnemende burgemeester kregen. Jan-Willem Wiggers. Hij houdt de boel aardig in het gereel zonder dreigend met de voorzitterramen te zwaaien. Het is ook opgevallen dat hij zeer gecharmeerd is van de ambtsketen. En daar is niks mee, mis mee, zolang je de hond er maar niet mee uitlaat. Wat het college betreft, op koers nu dacht een meester zet te doen door tussentijds Jan ter Kaart als zwaargewicht te presenteren. Maar het is nog maar afwachten wie aan het eind van de rit het meeste gewicht in de schaal legt. Martijn is zeker niet kansloos. Het zijn je gewoon. Na deze poging tot humor wil ik graag eindigen met het uitspreken van mijn complimenten voor de respectvolle wijze waarop jullie met elkaar invulling hebben gegeven aan de rol als raadslid. Vooral de wijze waarop verschillen van inzicht zakelijk werden benaderd en gescheiden bleven van de persoonlijke verhoudingen. Als afsluiting wens ik iedereen een hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020. Dank u. Wim en Stijn, hartelijk dank voor jullie terugblik en doorkijkje in het afgelopen jaar en in het functioneren van deze raad. De wensen voor de kerstperiode en nieuwjaar zaten al een beetje besloten, denk ik, in jullie speeches. Ik kan er alleen maar het mij aan toevoegen. Ik wens jullie alle hele goede feestdagen toe. Wees voorzichtig met vuurwerk rond de jaarwisseling. En ik hoop dat we elkaar uitgerust en heel gezond weer terugzien bij onze nieuwjaarsreceptie, waarvoor nu allemaal de uitnodiging heeft. En die weer ontzettend leuk gaat worden. Dus wat dat betreft, we hebben het goed met elkaar en tot in het nieuwe jaar. Ik sluit hierbij de vergadering.